Het is heel leuk om iemand aan het werk te zien met een mooi ambacht. Of dat nou een meubelmaker is, of een juwelier, of een bakker, of een slager. Het is mooi om te zien hoe mensen met de handen iets moois creëren. Het is niet vanzelfsprekend dat het zo kant-en-klaar in de winkel ligt. En het leeft gewoon veel meer bij kinderen als ze zien wat er vooraf is gegaan. Dat ze daar ook zicht op hebben, dat vind ik gewoon echt superleuk. Mensen zijn eerder gewend om in een grote winkel binnen te stappen. Ja. En daarom is zo'n dag van de ambacht juist zo leuk dat het open is en hoeft niet het gevoel te hebben van, oh, ik moet wat kopen. Je kan zo met aandacht en rust kan je iets maken wat gewoon waarde heeft. Ambachten, dat is toch waar het hele leven een beetje op gebaseerd is. Vroeger al, hè, met de werktuigen van de boer en de smid. Dat is toch een stukje vakmanschap. Vaak vinden mensen dingen heel duur. Maar als je dan uitlegt van, nou ja, dan moet eerst dit en dan dat en dat. En dan is een hele procesgang die doorlopen moet worden. En dat, je bent er ook echt lang mee bezig. Het is wel fijn om eens een keer in de keuken van een vakman te kunnen kijken. Dan leerden ook de mensen achter de fiets kennen. Specialisatie is heel belangrijk in de huidige tijd. Daarom vind ik het ook belangrijk dat dit soort winkels blijven bestaan. Je werkt vanuit je gevoel, vanuit je intuïtie, natuurlijk met opleiding daarbij, maar voornamelijk ook met je handen, met je hart. En zo groeit dat dan langzaam tot het beeld wat ik hebben wil. Dit zouden ze eigenlijk vaker moeten doen. Maar ga je het denk ik ook meer waarderen? Ik vind sowieso de ambachtslieden altijd zijn deuren open moeten stellen om te laten zien hoe mooi een ambacht kan zijn. Het is een belevenis om hier te zijn. Ik zelf ook iedere dag. Als het volgend jaar weer is, dan zou ik zeker met een groep vriendinnen een dag te plannen om langs dit soort gelegenheden te zijn. Als dat ze weer voordoet. Ja.